de stap die ik heb gezet om stand-up comedy te doen, dat was denk ik echt zo... Ik geloofde echt al heel lang dat dat iets was dat ik kon doen. Maar ik had er niet vertrouwen voor. Ik denk dat iedereen wel zo, zoiets heeft, zo'n droom voor het slapen gaan. Dat je dan zo in je bed zit te dromen van, oh, een dag wil ik dat doen. En bij mij was dat dit. En na een tijd was ik dat een beetje beu van dat als droom te hebben. En dat ik zoiets van, alleen, nu moet je het echt eens doen. Of tenminste eens proberen. Maar ja, ik had een hele lijst van dingen waar ik eerst aan moest werken vooraleer dat ik eindelijk de stap kon zetten. Ik ben in het vijfde middelbaar gestopt met school. En dat is iets waar ik altijd al heel hard gecomplexeerd over was. Ik had ook veel, ja, weinig zelfvertrouwen met mijn lichaam. En ja, ik zat echt een beetje in de knoop. En dan ben ik therapie gaan volgen. En dat heeft me wel enorm hard geholpen. Ook om te accepteren dat ik er misschien... Dat er dingen zijn in mijn leven waar ik niet per se over ga geraken. Maar dat ik er gewoon zo wat mee ga leren leven. En het accepteren dat leven gewoon ups en downs is. En ik had het daar wel moeilijk mee. Maar dankzij therapie en praten met de juiste mensen... Met de juiste mensen, dat is wel ook heel belangrijk. Ben ik er wel over kunnen gaan. Geraken. Ik ben vroeger op school heel veel gepest geweest. En dat heeft een keiharde impact gehad in hoe dat ik mij voel tegenover school. En hoe dat ik mij gewoon op school voelde. Ik ging daar echt niet graag naartoe. En dat was puur omdat wij heel veel leerden op school. Maar dingen zoals zelfvertrouwen of zelfrespect en zo van die dingen, dat zijn dan dingen die je niet leert op school. En dat vind ik wel heel spijtig. Want dat is denk ik toch wel een heel belangrijke tool in je leven als volwassene. Het zou zalig zijn, moest er een vak zijn op school. Self-love. Oh my god. Gewoon echt zo leren van hoe omgaan met druk, met peer pressure, met de maatschappij, met je positie in de maatschappij. Met al die dingen, dat zou echt top zijn. Mijn ultieme tip voor zelfvertrouwen, ja, is eigenlijk gewoon echt zien wat ervoor zorgt dat jij niet in je eigen gelooft. En dan zo aan die specifieke dingen werken. Maak een lijst. Zie waar dat je allemaal aan moet werken. Wat dat de dingen zijn die je momenteel remmen. En probeert hoofdstuk, allez, stuk per stuk gewoon eraan te werken. Je kunt soms zo overwhelmed zijn. En je kunt soms zwart het gevoel hebben dat je een immens grote berg hebt waar dat je moet beklimmen. Maar als je gewoon stap per stap... En dan ineens gaat je merken dat je over de helft bent. En dat je nog maar 2 meter of zo moet stappen. En dan zit het erover. Maar zelfvertrouwen is gewoon zo'n stemmetje in je oor die je zegt dat jij bang moet hebben. Maar je moet totaal niet bang hebben. Want je gaat je zoveel beter voelen als je het probeert. Ook al faalt het. Het feit dat je het hebt geprobeerd. En dat is ook iets dat mensen vaak vergeten. Nee, maar ik wil niet falen. Ja, maar dan vergeten ze dat ze uiteindelijk echt een kans missen van toch die fierheid te hebben van ik heb het toch geprobeerd. Wat mensen ook zeggen, dat ik nu faal of niet, at least I tried. En dat is iets dat echt je zelfvertrouwen kan boosten.